Hallo lieve mensen, in de video van deze week ga ik het mezelf weer lekker lastig maken door mezelf een aantal dinsdag dilemma's voor te schotelen. En als je denkt, wat zijn die dinsdag dilemma's ook alweer, of misschien heb je er überhaupt nog nooit van gehoord, dat zijn die onmogelijke keuzes. Dus of voor altijd dit, of voor altijd dat. Dat zijn van die situaties die nooit gaan gebeuren, maar wat wel heel leuk is om over na te denken. Voor mijn allereerste dinsdag dilemma morgen moet ik kiezen tussen of je sokken zijn altijd nat, of in elke zin gebruik je 3 bijvoeglijk naamwoorden. Je sokken altijd nat? Dat lijkt me echt zo kloten. Dus ik kies voor 3 bijvoeglijke naamwoorden, want dan kan je nog een beetje leuk spelen met taal of zo. Ja, dat zie ik wel zitten, denk ik. Max, ik ga er vandoor. Ik wens je echt een super lekkere, fijne, gezellige dag toe. Oké, doei! Oké, ik ben me aan het klaarmaken voor een leerzame, interessante, inspirerende workshop bij Google. Waar allemaal grote YouTubers bijeenkomen om weer wat te leren. Want je bent natuurlijk nooit te oud om iets te leren. Kun je nog iets meer cliché zijn? Ik heb ook een lijst met bijvoeglijke naamwoorden uitgeprint om achter de hand te hebben. Want je weet maar nooit wanneer je dat nodig hebt om goede, mooie, leuke woorden te bedenken. Let's go. En toen viel mijn stomme, irritante, frustrerende batterij uit. Dus toen kon jij je zin niet afmaken. Oh. Mag ik jou helpen of mag ik geen suggesties doen voor bijvoorbeeld nou? Zeker mag je mij helpen. Okay. Altijd. Gezellig. Leuk. Oh, ik ben nu al zo moe van mezelf. Schrikkelijk. Zo, ik heb een hele leuke, intense, creatieve sessie gehad bij Google. Ik pak even mijn lijstje erbij, want anders weet ik het niet. En nu ben ik bij de première, de lancering van Sunny. Haar mooie, toffe, geweldige collectie met de La Bretonnière. Zeg je dat zo? Ik weet het niet hoe je dat, die naam uitspreekt. Ik ben niet zo thuis in dat soort dingen. Sunny die heeft gewoon haar eigen tas en haar eigen laars ontworpen. Wat super tof is. Super trots op haar. Ze moeten we natuurlijk even supporten. Dus dat zijn we nu aan het doen. Op een hele fanatieke, aanwezige, diepe manier. Sunny, ja? Ben je ontzettend trots? En ik kan nu vredig sterven. Dit is waar ik het allemaal voor heb gedaan. En blij en dankbaar. Ja, ik snap het. Nee, niet. Maar het is natuurlijk wel stiekem een klein bucketlist dingetje dat het toch wel heel vet is. Dat je wordt gevraagd voor zoiets. Zeker als je niet een fashion girl bent. Ja, ik hou wel van mode, maar ik ben meer van duurzaamheid. En dat je gewoon niet elk seizoen een heel nieuwe garderobe aanschaft. Dus ja, ik vind het wel echt een hele eer. Ik vind het heel tof. Nou, dat snap ik heel, heel ontzettend goed. En heel veel. Je komt er even goed als je wordt als altijd. Ja, het is top weer. Ja. Ja. Nou, ik ben heel trots op je. En wat zijn nog meer woorden voor trots? Noem eens een ander woord. Dus jij gaat voor de tas? Ja, ik heb nog nooit hak aan. Hè? Nee, ik ga voor de tas. Ik vind de tas echt geweldig, fantastisch, leuk. Ja. Jij weet niet wat ik aan het doen ben, maar ik ben heel goed met 3 bijvoeglijke woorden aan het praten. Oh, ik dacht al, wat ben jij? Ja. Je komt wel vaker niet uit je woorden, maar dat het zo erg is. Nou jongens, deze jonge, frisse, jeugdige meid is weer thuis. En ik moet zeggen, het is wel echt moeilijk hoor, deze uitdaging. Anderzijds is het wel leuk dat je weer eens wat andere, frisse, nieuwe woorden gebruikt en niet alleen maar in hetzelfde vervalt. Al moet ik zeggen dat ik wel de hele tijd terugkom op leuk en gezellig. Dus misschien moet ik dit vaker gaan doen om het beter, meer, sneller te kunnen. Op dit moment klink ik namelijk nog een beetje als iemand die totaal niet uit de woorden komt. En dat is natuurlijk niet de bedoeling, want je wil natuurlijk heel welbespraakt
intelligent en geïnformeerd overkomen. Dus, deze challenge, ik ben heel blij dat die erop zit. En ik kijk niet uit naar de interessante, onprettige, ongemakkelijke challenge dilemma van morgen. Wel te rusten. Hallo lieve mensen. Oh, ik ben zo blij dat ik weer normaal kan praten. Het is echt... Wat een breinbreker was dat dan. Anyways, ik heb me even klaargemaakt. Ik film trouwens met mijn nieuwe camera voor het eerst. Ik ben het nog helemaal aan het ontdekken, maar ik heb een nieuwe, betere camera. Anyways, de challenge of de dinsdag dilemma voor vandaag is... Je moet altijd overwand aan of je moet elke deur met je mond openen. Oh my god. Nee. Denk. Zit er eigenlijk een tijdlimiet aan hoe snel je hier antwoord op moet geven, officieel? Want ik ben dus zo'n persoon die zeg maar in de metro, in New York zeker, zeg maar de handvaten en zo al... vastpak met een mouw eromheen. Want ja, gewoon het idee van al die vieze mensen die daar zijn, die daar dan met hun klootjes aan zitten, word ik niet heel gelukkig van. Dus ja, oh, met je mond elke deur openen. Het is wel, ik moet zeggen, het is wel goed voor je weerstand waarschijnlijk. Want ik ken dus een verhaal van een meisje wiens ouders vroeger altijd super schoon alles hielden toen ze baby was. En inmiddels heeft zij dus allemaal allergieën ontwikkeld. Omdat ze dus gewoon te schoon is gehouden toen ze kind was. Dus waarschijnlijk is het goed voor je weerstand om alles met je mond te doen. Toch kies ik denk ik voor overwanten. Dat, ja. Want, eeuw. Ik heb deze schitterende overwanten met chap er nog aan. Ready to rumble. Ik denk nu trouwens dat ik natuurlijk ook nooit mijn make-up had kunnen doen zo. Oh, wat erg. Oh, fuck. Oké. Kijk eens wie we daar hebben. Het is Milou. Want wij hebben net gefilmd voor Milou haar YouTube kanaal die binnenkort live gaat. Ja. Heel en jij spannend. Vraagt je nu natuurlijk af waarom ik overwand al om heb. Of vraag ik mij ook af. Ja, ik heb ze eventjes afgedaan omdat ik natuurlijk niet daar kan zitten met dit. Maar ik heb een dinsdag dilemma en ik heb voor overwanten gekozen. Wat was de andere optie? Je moet alle deuren met je mond openen. Wat had jij gekozen? Nou, overwanten. Ja, maar ik heb denk ik wel spijt, want je kan echt niks. Als je geïnteresseerd bent in yoga, of als je dat niet bent, ook dan... Ook, juist. ...moet je even gaan kijken naar Milou de kanaal, die 30 oktober live gaat. Ja. Spannend! Zo spannend! Sta ik er dan ook al op? Nee. Abonneer je! Oké. Ik had dus even niet bedacht hoe fucking awkward dit zou zijn in het openbaar. Mijn goede. Ik weet trouwens nog dat mijn broer had een keer, die doet aan wielrennen. En die had een keer, was hij gaan fietsen en toen had hij echt zoveel, zo erg koude handen. Maar hij had geen wanten bij zich. Dus hij ging een dorpje in, toen ging hij op zoek naar wanten, maar hij kon heel niks vinden. En toen heeft hij uiteindelijk dus open wanten gekocht, omdat hij... Ja, omdat hij gewoon zijn handen wilde warm maken. Dus toen heeft hij gewoon een hele stuk met overwand aangefilmd. Echt, love dat verhaal. Ik heb een meeting bij Lubrik. Je moet net juist naar binnen lopen. Loop even achter Kelly aan met jouw hand. Jawel. Kom op, doe even. Kom op. Even Kelly helpen. Misschien moet jij even de kopjes dragen. Even 10 seconden, jongen. Als je nu opnieuw het piemelspel doet en dan met die overwand, dan moet je dat ding vangen. Het piemelspel. Ik ben geïntrigeerd. En de kijkers ook, denk ik.
Hey, geluidje ook wel trouwens. Gooi jij dat ding eens even tegenaan. Dat kan ik toch helemaal niet. Met die handschoen aan. Heb je mij al zien gooien? Ja. Wil jij even proberen? Hop. Hij brandt daar. Ja. Pas op je oog. Jezus. Ze vangt hem wel. Ja. Dan komt hij overwanten. Oh. Jezus. René, doe nog eens even voor. Stop, nee, René gaat voordoen. Even kijken. Goed opletten. Hey. Ik ga eens. Nee. Ja, gaat dit goed komen, ja? Ja, het gaat supergoed. Uw warme koffie. Even. Wat een kut experiment was dit. Op naar morgen. Oké. Ik zie eruit alsof ik al een week dood ben. Oké, het dilemma van vandaag. Of je wordt altijd op straat achtervolgd door een draaiorgel. Of... alles wat je zegt wordt in het Duits nagesynchroniseerd. Wat zou jij kiezen? Jij vindt draaiorgels vreselijk, hè? Ja, nee, dat is echt wel. Nee, duidelijk. Ja, ja. Ik kan het ook niet aan. Ik wil gewoon, als ik in ieder geval mijn mond hou, dan heb ik in ieder geval rust. Met een draaiorgel heb je nooit meer rust. Dus wat kies je? Ik kies in het Duits nagesynchroniseerd te worden. Dus. Zo. Dat wordt een leuke dag. Dat wordt een zeer talentage. Oh mijn god. Oh mijn goede. Oké, ik vind dit wel heel grappig. Oké, ik moet daar spas op maken. Ik spreek helemaal niet goed genoeg Duits voor dit. Ik vind Duits alleen echt zo niet sexy. Ik Duits die minstens sexy sprach is. Dit is... wacht even, nu wordt het mijn probleem. Ja. Ja. Nou, Max. Nou, Max. Max, zo lach ik niet. Max, ik lach niet zo. Nou. Oké, open en sluiten. Uber und schlossen. Zo, wij zijn inmiddels aangekomen in Emmeloord. Zo, we zijn aangekomen in Emmeloord. Want er is een vriendin van mij een escape room aan het bouwen. Ja, een escape room aan het bieden is. Dat is tekenen volgens mij. En we mogen nog niet zo heel veel laten zien, want dat is natuurlijk geheim. Dat is geheim. Maar het wordt echt zo tof. Het wordt echt de beste escape room van de hele wereld. Ja, ganz weit. Nieuwe. Ja. Dat kan je wel. Ja. Oké, we gaan weer aan het werk. Ik in en, arbeid. En tot later, denk ik dat ik hem kan zeggen. Zo. Zo. Uitgeklust. Ah, we zijn fertig met klussen. Klussen, dat is een Duitse woord. We gaan nu naar huis, want we hebben nog een etentje bij de neef van Max. We hebben nog een dinnerparty met mijn neefvrouw. Ganz kein Deutsch. En dan is het ook wel weer mooi geweest, want ik ben echt moe, jongen. Geen genoeg geweest. Eigenlijk moet ik hele moeilijke woorden bedenken natuurlijk. Dat is gelukt. Oké, mijn brein stopt. Oké, super dom. Ik was mijn computer... Dom. Nee, niet mijn computer. Ik was mijn camera vergeten naar het etentje. Dus we zijn inmiddels weer thuis. En ik ga ook de video afsluiten. Ik ga weer mijn video afsluiten. Afsluiten. Dus er wordt wat afgesluist hier vandaag, heel erg. Ik sta nog steeds bij mijn keuze. Ik sta bij mijn... Want ik vind dit echt een stuk gezelliger en grappiger dan een draaiorgel. Maar het is wel heftig, kan ik je vertellen. Zeer intens, kan ik je zeggen. Oké, jongens, bedankt voor het kijken. Dank je voor het zien. En laat me weten welk dilemma jij zou kiezen. En of ik dit misschien nog een keer moet doen. Vielleicht zullen we nog eenmaal dat maken. Oké, doei! Ik wil dit niet meer.